Yamim Shochei Ba'amechamim Amtsei Menucha Nechona Tachat Kamfei Ashechina במעלות קדושים וטהורים כזוהר הרקיע מזהירים את נשמות את נשמות אחינו בני ישראל הקדושים והטהורים שנהרגו ושנסחפו ושמסרו נפשם על קדושת השם לכן בא Yastirem besetek nafav neolamim veyetzror betzror hachayim et nishmotem began eden tehei menuchatam Adonai hu nachalata. Thank you.
dames en heren, jongens, meisjes. Van harte welkom in deze mooie kerk in Oosthuizen om de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog te herdenken. Een speciaal welkom voor onze gast van Amnesty International, Carla Molenaar. Enkele jaren geleden heeft onze toenmalige burgemeester Karen Heerschop in samenspraak met het 4 mei-comité besloten om deze herdenking in een breder perspectief te trekken. Daarmee bedoelen we dat we de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog nog steeds op dezelfde traditionele manier zullen herdenken, maar we zullen het ook in een breder perspectief kijken naar de verschrikkingen om ons heen in de huidige tijd. Op dit moment zijn burgemeester Sievers en mijn collega wethouders op verschillende plekken in onze nieuwe gemeente Edam-Volendam dezezelfde bijeenkomst aan het houden, iedereen op zijn eigen manier en zijn eigen invulling. Oorlog. Het luchtalarm gaat af. Militairen vallen binnen in het land. Je hoort het op tv en ziet het in de krant. Mensen zijn aan het schuilen en je hoort aan het huilen. Onschuldige mensen worden gedood door geweren en geweld. De moordenaars voelen zich een held. Bommen vallen uit vliegtuigen naar beneden. Gelukkig is dit voor ons in het verleden. Mensen vallen nog in Syrië aan. Met oorlog is het daar nog steeds niet gedaan. Mensen die van angst beven en in armoede leven. Vrede is wat ik voor iedereen wens, elk land en ieder mens. Het jaarthema van de herdenking van 2017 gaat over de kracht van het persoonlijke verhaal. Alleen door die verhalen te vertellen, kunnen we de vrijheid doorgeven. Toen Peter Benenson in 1961 Amnesty International oprichtte, stond de oorlog nog dichtbij. Benenson kwam uit een grote Joodse familie. Als scholier al had hij inzamelingen gehouden voor de slachtoffers van de Spaanse burgeroorlog. En na de oprichting in 1961 kreeg hij een brief van Elka Schrijver, een journaliste uit Amsterdam. Zij had tijdens de oorlog in het verzet gezeten. Ze ondertekende haar brief met Elka Schrijver, voormalig politiek gevangene uit Nazi-Duitsland. Op hoge leeftijd schreef zij haar persoonlijke verhaal in een boek, genaamd Oorlogsbelevingen. Na de oprichting van Amnesty in Nederland verscheen de eerste televisiedocumentaire over het werk van Amnesty. Die film was van Nettie Roosevelt. Zij was in de oorlog verpleegster geweest en was ondergedoken toen haar patiënten werden gedeporteerd. Thank you.
Vandaag, 4 mei 2017, 72 jaar na afloop van de Tweede Wereldoorlog in Nederland, herdenken we onze slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en oorlogssituaties en vredesmissies nadien. We doen dit herdenken samen, omdat we ons hierin eensgezind voelen en we hiermee onze gemeenschappelijkheid versterken. We herdenken samen, omdat ieder van ons, van elke generatie, wel op de een of andere manier kennis draagt van een persoonlijk verhaal uit de eigen familie of omgeving. Het jaarthema van 4 en 5 mei gaat erover. Ieder van ons kent de kracht die van die persoonlijke verhalen uitgaat, waarvan er vele op schrift zijn gesteld in het boek Wereldoorlog in het dorp Volendam. En ieder kan zich daardoor mede een beeld vormen van die oorlogsjaren. Of van de jaren daarna, waarin het voor veel mensen niet mogelijk was om hun ervaringen te delen. Waarin ieder bezig was met zijn eigen worsteling om het verleden letterlijk achter zich te laten. En te proberen het ritme van het leven, waarover zojuist in de kerk gezongen is, weer op te pakken. We herdenken samen, omdat we, zoals in een ander lied er net te horen was, een stem willen geven aan onze hoop en inzet dat oorlog niet meer, nooit meer behoeft te worden gevoerd. Een stem die, zoals de liedtekst aangaf, maakt dat we allemaal meedoen, met onze handen in elkaar en met onze angsten ontsloten. Nooit meer oorlog. We herdenken samen door te zingen, door gedichten voor te dragen, door te luisteren, door via de woorden en melodieën ons één te voelen, met de hoop in ons hart dat we nooit meer alleen hoeven te gaan. We herdenken samen door het houden van de 2 minuten stilte. We herdenken samen en realiseren ons in de stilte dat we ieder voor zich en met elkaar het meest ultieme offer dat mensen voor hun idealen hebben gebracht, het beste eer kunnen bewijzen door ons elke dag weer in te zetten voor vrede in ons eigen kleine deel van de wereld. Wij herdenken samen, omdat de wereld verbeteren begint bij ieder van ons, bij jezelf. Wij herdenken samen met het zingen van vers 1 en 6 van het Wilhelmus, ter ere van hen die vielen en ter bevestiging van ons gevoel van saamhorigheid.